Nienke en Resly hebben naar eigen zeggen best wel gekke dagen achter de rug. Juice Channel en Yvonne Koldewijer deelden geruchten dat Resly vreemd zou gaan. Het koppel besloot daar vooral niet serieus op in te gaan, tot nu. De twee laten weten dat de Juice Storm heftig voor ons was en ze heeft doen realiseren dat er een groot verschil zit tussen de online wereld en de offline wereld. Frankie Dean is wel oud genoeg om dit mee te krijgen. Dat is niet gebeurd, maar daar wil ik echt voor waken, want dit was echt bizar, vertelt Resly in Nienke's nieuwste vlog. Ik wil de kinderen gewoon niet meer op onze socials hebben. Daar kijk ik nu echt wel anders naar, ik wil mijn kind niet blootstellen aan al dat social media geweld. Het zal even wennen zijn, want Nienke bracht haar kinderen tot nu toe vaak in beeld op haar social media en in vlogs. Maar dit heeft ons wel doen beseffen dat je je kinderen dit wilt besparen en dat je ze moet beschermen. Dat is de keuze die we gemaakt hebben, valt ze haar man bij.